Ja, dat kan ik inderdaad, ja. Het is het 12e jaar dat we daar naartoe gaan. Voor de Stichting Veteranen Actief. Veteranen Actief, dat is een stichting die een platform biedt aan militairen en oud-militairen met ervaring in oorlogs- en rampgebieden. De kennis en de kracht van die veteranen wil men bundelen en daarna teruggaan naar die gebieden om samen met de lokale bevolking daar te werken aan wederopbouwprojecten. Dat is eigenlijk het doel van Veteranen Actief. Verder biedt Veteranen Actief ook tegelijk een mogelijkheid aan veteranen om weer terug te gaan naar die gebieden. Tijdens de uitzending kon men heel vaak niets betekenen voor die mensen. Omdat men dus gewoon andere opdrachten dan had. En dat gaf voor een hoop veteranen toch wel een onbevredigend gevoel. Nou, wij gaan dit jaar gaan we een schooltje in een bergdorpje gaan we opknappen. In de plaats Vlaovici. Dat is een heel klein dorpje in het gebied waar ik zelf op uitzending ben geweest. In de buurt van Novi Travnik. Dat is een schooltje waar wij dit jaar een aantal zaken gaan opknappen samen met lokale organisaties. En wat wij daar gaan doen, wij gaan dus beneden onder de school een gymzaal maken met wanden, een systeemplafond, ledverlichting, een laminaatvloer erin. Ja, hoe ervaart hij dat? Nou ja, die staan er altijd versteld van als ze horen dat wij dus alles zelf bekostigen. Onze reis- en verblijfskosten bekostigen we zelf. Wij financieren de klus zelf. Je moet dan denken aan een klus van zo rond de 10.000 euro. Dat proberen we allemaal bij elkaar te krijgen door middel van sponsoring, vrienden, familie, kennissen. Het geld wat wij dus ophalen voor de klus wordt daar besteed aan materialen. Dus de kunststofkozijnen worden daar gekocht. De laminaatvloer, de verf, noem maar op, systeemplon, alles wordt daar gekocht. Je kan daar namelijk veel meer doen met het geld als hier.